Zo, we hebben ze gesproken, de leiding van de World Games. We hebben nu een pracht van een overzicht gekregen van alle locaties waar de sporters hun wedstrijden mogen spelen en waar ze allemaal gaan verblijven. En we gaan nu ook verder meteen op pad, want we gaan naar het stadion en kijken hoe het eruit ziet waar de openingsceremonie gehouden wordt. En ik heb goed in de camera gekeken, dus wat ik hoorde dat ik mezelf versprak. Oh, where I come from, you die for the things you own. Oké, we staan hier in het stadion van de openingsceremonie en de sluitingsceremonie. Het is echt brandnieuw. Het is in oktober zeg maar opgeleverd. Ze hebben hier een paar American Football Games gehad. Het is één keer nog net niet uitverkocht geweest, dus ik denk dat we het record gaan zetten dat het uitverkocht raakt. Het is prachtig. Het podium wordt hier gebouwd eigenlijk ongeveer tot aan, nou ja, een derde van het veld. Dus het wordt echt heel erg groot. Nou, ik hoop ook dat we dit soort weer hebben bij de opening en de sluiting. Het is een impressive stadium. Het Athletes Village wordt hier gebouwd op de straten rondom het stadion. Hier zijn allerlei activiteiten te doen, introductiesporten voor de World Games. Daarnaast kun je natuurlijk gezellig eten en drinken en een hele mooie tijd maken. Maar het gaat er hier denk ik heel goed uitzien. Dit is de plek tegenover het openingsstadion. Heel veel moderne restaurants en een groot plein. Maar eten en drinken geen enkel gebrek. My name is Scott Myers and I'm the executive director of the State of Alabama Sports Hall of Fame, which is located right in the heart of the city of Birmingham. And I would like to welcome the entire Dutch delegation and the amazing athletes from the Netherlands for your time here in Birmingham. I hope you have a great time. I hope you do your very best and compete, and wishing you all the best. Als je rechtdoor kijkt, eigenlijk onder het viaduct door, kom je bij het stadion waar de openingsceremonie gaat plaatsvinden. En als je naar de overkant van de straat zit, zit je eigenlijk op de plek waar Dick Jaspers zeg maar zijn drie banden gaat proberen te maken. Dus het is wel erg mooi, erg compact deze spelen. Oké, we zijn in Sheraton Ballroom. Hier is het biljarten en daar hebben wij een grote troef. Dick Jaspers, en hij gaat onze verwachtingen waarmaken, denk ik. Dus ik wil echt geen druk leggen, maar het is wel een goede plek, denk ik, om een overwinning te vieren. We staan hier voor de sporthal waar floorbal en korfbal gespeeld gaat worden. Het is een heel groot evenementencentrum hier. Hier zitten veel meer sporten. Bowlen wordt hier gedaan. De powerlifting vindt hier plaats. Dus er is best wel heel veel. En de danssport zit ook in dit grote centrum. Dus het is wel heel leuk dat je heel veel sporters dus dicht bij elkaar hebt. En waar we met elkaar gewoon zeg maar elkaar kunnen supporten. Dat lijkt me mooi. Er is nu nog van alles, maar ik kan me nog niet helemaal voorstellen. Maar korfbal gaat hier straks gespeeld worden. Dus hier moet een vloer in komen, hier moeten tribunes in komen. En ja, met een beetje fantasie kun je het wel bedenken tussen die pilaren. Dit is de plek, ongelooflijk groot, is voor bowlen. Er zijn natuurlijk een heleboel banen naast elkaar. Nou, dat kan hier ook wel, want het is immens groot. En heel nieuwsgierig hoe ze het neerleggen. Er is in ieder geval ruimte genoeg, denk ik. In een van de hoeken vanuit deze open plaats, dat is de Concert Hall. En in de Concert Hall, daar vindt de powerlifting plaats. We staan hier voor de City Hall van Birmingham. En je ziet het, hè? De Amerikaanse vlag in het midden tussen de mooie uitingen van de World Games. Ik denk dat de stad flink wakker aan het worden is vanwege de World Games. Mooie plek. We zijn hier in het auditorium, de plek voor het kickboksen.
met heel veel herinnering aan Sarel en misschien in de toekomst Dayenka. Maar dit wordt een hele mooie locatie. Alles wordt vernieuwd, ze bouwen het helemaal op en ik denk dat het echt veel sfeer geeft om die sport hier van dichtbij te bekijken. De campus van UHB is heel uitgestrekt. Ik zie overal eigenlijk allemaal moderne gebouwen met hele grote open ruimtes. Ergens in een van deze gebouwen is ook het verblijf voor ongeveer de helft van de atleten van de World Games. Dus die weten in ieder geval dat ze op een, nou, denk ik, een mooie moderne plek gehuisvest worden. In een prima omgeving, denk ik, erg geschikt voor studenten. Avondale Park ziet er hartstikke mooi uit, wordt hard aan gewerkt. Hier vindt archery plaats. Dat is voor mij de locatie voor de familie Slusser. Ik ben heel nieuwsgierig wat het gaat worden en we gaan eens kijken waar het hier nou echt gehouden wordt. Want ik zoek eigenlijk een mooi terrein wat wat vlakker is. Oké, we zijn nu op weg naar Oak Mountain State Park. Dat is de plek waar je wel wat je best voor moet doen. Je moet echt een poosje in de auto. Maar dan krijg je ook wat. Dat is een hele mooie plek. Daar gaan we naar de oriëntering. We gaan naar Kano Marathon. En wat nog meer? Wakeboarden. Oh ja, wakeboarden. Wakeboarden, ja. Is mooi hoor. Het is echt wel een hele bijzondere plek, denk ik, om hier te mogen deelnemen aan de Spelen. Allemaal helemaal opnieuw geverfd, allemaal echt World Games 2022. Een hele mooie waterpartij eigenlijk die nog moet gaan werken. Maar je ziet ook alle sporten op de grond geverfd. Ik zie hier floorbal en ik zie jiu-jitsu en kijk, ja, wakeboarden. Ik denk een fantastische 400 meter baan. Maar wij gaan touwtrekken, dus dat is toch wat anders dan die 400 meter baan gebruiken. Ik denk dat het touwtrekken waarschijnlijk op het middenterrein plaatsvindt. We zijn op het Birmingham Southern College en hier zijn behoorlijk wat sportevenementen. Maar hier verblijven ook een hele hoop atleten, sporters van ons, die hier overnachten en gehuisvest zijn. Het ziet er goed uit, het heeft op allerlei manieren tijden van bouwen. Dus het is van wat ouder naar heel modern en heel precies weten we het niet. Maar het ziet er wel een geweldig mooie omgeving om hier te verkeren. Hier hebben we een huiskamer, een bankje, een stoel. Jullie zien het allemaal zelf, maar het ziet er goed uit. Het is hartstikke leuk, leuke raampjes. En deze ruimte wordt gebruikt eigenlijk door vier mensen. En die vier mensen hebben allemaal een eigen kamer. Dat is een mooi idee, want ik heb het wel eens anders gezien in Azië. Maar zo heeft elke atleet zijn eigen ruimte, zijn eigen slaapkamer. En daar is niks mis mee. Gemeenschappelijke badkamer met douche. Ja, normaal gesproken natuurlijk ook simpel. Helemaal goed. En aan de andere kant vinden we exact hetzelfde. Hier zijn we bij het Colosseum en hier zal jiu-jitsu plaatsvinden. Het is een mooie, wel wat oude accommodatie, maar ik denk dat het wel heel sfeervol kan zijn. We proberen ons te oriënteren. Laat dat nou ook een sport zijn hier en dat het hier moet gaan plaatsvinden. Wij weten niet precies waar, maar ze vinden vast en zeker de plek waar het moet gaan gebeuren. Dit is een hele mooie omgeving om je sport te bedrijven. Oké, we staan bij Railroad Park en hier is de oriëntering sprint. Het is naast het station waar vroeger alle staal hier in de stad zeg maar aangevoerd werd en getransporteerd werd. Het is een echte traditionele plek die helemaal gemoderniseerd is en een prachtig park van gemaakt is.
Ja, we staan hier bij Powell's Steam Plant en het gaat hier over inline skaten. Het is een in progression, maar dit wordt een mooie plek en dat ligt direct naast dat mooie park waar we ook geweest zijn. Crossplex, the world is coming. Mooie nieuwe accommodatie. Kano Polo wordt hier binnen gedaan. Prachtig van een zwembad, het Kano Polo. Met allemaal electronic boarding. Ik denk dat een heleboel toeschouwers kunnen zitten. Het ziet er zeer professioneel uit. We staan hier bij de Vulcan, de god van het smeden. Die zijn bezig met die medailles van ons. Ik hoop alleen dat we een andere kleur krijgen. Maar het is het hoogste punt van de stad en hier ligt echt de historie van de stad. Want deze stad heeft eigenlijk alleen maar één ontstaansgeschiedenis en dat is het ijzererts. Wat ze op allerlei manieren gebruikt hebben in de wereld om hier succesvol te zijn. Oké, hier gaat het gebeuren. Birmingham. Grote stad, miljoen mensen. Ondertussen herkenbaar met het echte centrum, met de wolkenkrabbers erin. Verder kennen we nog veel meer plekken eigenlijk. Ik zie hier vandaan een stadion voor de Tug of War. Een heleboel dingen kunnen we plaatsen. Maar we zijn een beetje expert geworden hier van Birmingham. Maar hier moeten wij gaan scoren. En in deze stad gaat het gebeuren. Ik verwacht van onszelf eigenlijk wel dat we alles geven wat we zijn. En dat we eigenlijk voor ons beste presteren. En dat kan eigenlijk niet anders zijn als top 10.